Key Daily Challenge tonight. Laten we eens beginnen. Dit lijkt me Frankrijk of België te zijn. Frankrijk dus. Sensen. Poitiers. Ligt Poitiers. Oké, dan zijn we gelijk al goed. Het is gewoon Zwans. Right. Dan moet het er dichter op liggen, lijkt me. Want. Laten we eens kijken of we misschien wegnemers kunnen nemen. D54. D59. Kijk, een Poitiers ligt al vrij dicht op, hoe heet het? Op deze, zeg maar. D59. Dat is naar het, ja, deze kant op, zo. Ik heb, kijk dat weer. Ik dan probeer om het te pinpointen. 59 daar. Genet was 3 er vanaf. Moeten we de kruising. Ja, met de 54 vinden. Daar. En we zaten vrij dicht op de. Op dingen. Hè. Dit is richting. La Motte. Ja, oké, top. Oké. Ja, we zetten er echt wel redelijk dicht op. Ik denk. Ja, nou. Perfect. Zal bij deze iets minder snel gaan. Kijken of iets. De taal, ja, de taal hebben we altijd iets natuurlijk. Maar. Dat is wel lastig, want het zijn. Het is niet echt heel fantastisch zichtbaar. Dan wordt links rijden zich nog goed, ja. Dat beperkt het wel gelijk. Is dit. Wordt er links gegeven? Nee, dat wordt echt links geweest. Een andere reden dacht ik misschien dat hij aan het inhalen was geweest. Oké, dit lijkt me dus vrij goed mogelijk Indonesië te zijn. Om een andere. Een van de reden. En ik dacht, gezien dat het de bredere wegen, dat het toch Maleisië zou zijn. Ja.
Iemand die geen geduld heeft. Hallo. Nee, ik wil niet. Ik twijfel nou echt. Want ik heb dit soort wegen heb ik eigenlijk nooit echt in Indonesië gezien. En Engels zie je eigenlijk sowieso heel vrij weinig in Indonesië. Alleen in toeristische gebieden. Dit ziet er. Want nou zit ik ook weer te denken aan. Ja, dat is ook weer de weg niet goed genoeg voor. Vraag is of het. Laat het staan. Ja, dat dacht ik al wel dat het zou zijn. Maar goed, dan had ik hem hier gezet en dan was het ook iets van 2000 nog wat geweest, hoor. Dus wat dat betreft had het vrij weinig uitgemaakt. Oké, dan gaan we gewoon lekker focussen op de rest. Kijken of we een mooie zilveren eruit kunnen slepen. Dat moet wel lukken, toch? Dit lijkt me in ieder geval een Europese snelweg te zijn. Nu moeten we alleen nog hopen dat we enigszins kunnen bepalen waar in Europa dat het deze mooie weg ligt. Ik zag vanuit mijn ooghoek dat er een bordje A1 stond, geloof ik. Daar hebben we op zich vrij weinig aan. Totdat we weten welk land dat het is. Ja. Hallo. Dat is Frans, maar dit is Duits. Dan zou je kunnen denken van, dit is Zwitserland, maar dit ziet er echt niet uit. Zwitserland, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik hoop gewoon dat ik ergens nog een. Ik zou eerder geloven dat dit misschien Luxemburg of. Ik denk, want het verwijst naar. Ja, dit moet Luxemburg wel zijn. Nee, het is Duitsland. Is het Duitsland of is het. Wacht even. Laten we eens kijken in Luxemburg of. Hebben we hier een A1? Jazeker wel. En we hebben hier Niederranven. Münchbach. Oké, top. We komen vanuit het noorden. Dus dan zitten we eerder. We komen eerder vanuit het oosten. Dan zijn we hier rechts gezeten. Oké, top. Ja, het is bijna onder. Is zo verschrikkelijk dat niet die dat doet. Tenzij we die. Die overgang vinden. Durf ik te zeggen dat het eigenlijk bijna nagenoeg onmogelijk is om. Ik zet hem puur hier. Oh, wacht. Dat is hem volgens mij ook. Waarom stond het op de weg? Ja, kijk. Ik kan het zeggen, als je hem uitzoomt, dan is het alsof die weg onder de weg doorloopt. Maar zodra je hem inzoomt, dan is het heel duidelijk dat hij eroverheen loopt. Dat is daar ook. Daar heb ik echt gewoon mazzel gehad dat ik deze brug goed gekozen heb. Echt. Ja. Oké. Laten we eens kijken. Cuba. Ja, de eerste kick. Ik weet niet eens of Cuba. Ah, kom op. Kappen mee.
Beetje een waardeloze tering shit. Ik zag hier aan de overkant ook nog een. Ja, het is niet echt een behulpzaam bordje, denk ik. Nee, ik denk het niet. Maar wie weet. Wie weet wat voor borden we nog aantreffen. Dus. Ik zie dat hierboven. Montelibano. Montelibano. Oké. Denken we dat we dat kunnen vinden? Oh, jazeker. Oké. Zou dan kunnen zeggen dat we hier zitten? Collegie Bernardo Ospina Vista. Oké, want we komen uit het oosten. Nou, dat zou dan kloppen. We hebben hier niet echt een hele Hacienda Cuba. Dit lijkt me toch echt de terugtegel de enige te zijn die het zou kunnen zijn, wat mij betreft. Want dit klopt. Dit is gek genoeg. Is het ook daadwerkelijk inderdaad een parkje? Het zou moeten zijn. Het zou echt gewoon bizar zijn als dit hem is. Misschien zelfs nog een klein beetje dichterbij. Er staan iets bij die eerste huizen, dus. Het zou hem dan moeten zijn, denk ik. Het. Ja, dat zou echt wel. We zullen zien. Holy, echt. What the f... Oké. Dit lijkt me Puerto Rico te zijn. Denk ik. Kunnen we het voor elkaar krijgen? Weg nummer 16. Waar ben je? Waar ben je? Kan het zijn dat het een Ponce is? Waar is Ponce? Daar is Ponce. Ben je wel 14 en 12? Tien. 1. Het is druk. Ik wil bevestigd krijgen dat dit. Deze zou me wel moeten helpen, denk ik. Is dit? Ja, nee, dit moet wel. Zeventien, achttien. Waar is 16? Oh, dit is echt wel heel extreem frustrerend nou.
Maar meer frustrerend omdat ik graag bij deze ook 5000 gehaald zou hebben. Ach ja, het is wat het is. We moeten eigenlijk er niet al te druk over maken. Dat heeft toch namelijk echt nul nut. Maar het zou echt wel super bizar zijn geweest als we 4.000, 5.000 en dan eentje niet. Ik zeg, ik ben ervan overtuigd dat het in San Juan is inmiddels. Ja, daar. Ah, daar is de 16 inderdaad. Oh wel. Man, en dan moet je naar die score kijken, hè? 5000, 5000, 5000, 4.089 en dan eentje gewoon. Oh. Die is pijnlijk. Die is echt pijnlijk. Moet je ook naar de steps kijken, joh. 5 steps, 45 steps, 8 steps, 11 steps. Ah. Ja, dit had echt een hele goede zijn als Maleisië er niet tussen gezeten had. Oh wel, maar goed, het is wat het is. En morgen hebben we er in ieder geval weer een nieuwe. Tot morgen.